Dames en heren, Berlijn is heel groot, maar dat we nu in de buurt van het centrum zijn, dat is ook de reden waarom ik hier natuurlijk ingestapt ben. We vallen hier ook min of meer met de neus in de boter, want na de volgende brug, als je dan daaronder doorgereden bent rechts, krijg je het voormalige vliegveld Tempelhoofd te zien. Je krijgt eerst aan je rechterhand de voormalige start- en landingsbanen. Hier zo direct rechts, voor ons rechts het eigenlijke vliegveld, waar dus vroeger de vliegtuigen stonden om de passagiers op te nemen of uit te laden. Die is gigantisch groot, nogmaals. En ja, nogmaals, in dat hele verhaal van de luchtbrug heeft Tempelhof een hoofdrol gespeeld. 1961 wordt de muur gebouwd. Dames en heren, daar gaan we het later nog uitvoerig over hebben, maar in feite hadden de Amerikanen, de Engelsen en de Fransen het recht gehad om die muur die op 13 augustus 1961 gebouwd is, op 14 augustus gewoon plat te rijden. Hebben ze niet gedaan, want je zit dan midden in de Koude Oorlog en ook Washington en Co. begrepen maar al te goed waarom die muur daar stond. Hè? In de 19e eeuw Bismarck, hij is een tijdje ambassadeur van Pruisen in Parijs geweest in Frankrijk. Als hij dan terugkomt, dan heeft hij daar de Champs-Élysées leren kennen. En zoiets, dat leek hem wel wat voor Berlijn. Dus toen zijn ze begonnen die Kurfürstendamm om te bouwen. Dan wordt het een soort flaneerboulevard waar je naartoe ging om gezien te worden met mooie uitspanningen. Later in de vorige eeuw wordt het dan de winkelboulevard van Berlijn. Ja, dat is hier met ups en downs tot op de dag van vandaag gebleven. Als wij zo bij het volgende stoplicht rechts afgaan, dan bereiken we de Kurfürstendamm. En met name het eerste stuk, dames en heren, zo de eerste 1,5-2 kilometer, daar vind je al die leuke winkeltjes van Gucci, Dior en Yves Saint Laurent. Hè. Dus daar moet je gewoon naartoe met de kredietkaart van de buurman. Ook de Kurfürstendamm verandert van gezicht. Kijk eens hier links, dan zie je op het dak nog de naam Kranzler. Dat was dat hele chique Wiener café met van die taartvretende bontjassen. Natuurlijk wel altijd zo blijft is het feit dat ja, de kop van de Kurfürstendamm nu recht voor ons de Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche te zien krijgt. Ooit gebouwd ter nagedachtenis van de eerste Duitse keizer Wilhelm, die 1888 gestorven is. Die oude kerk heeft in de Tweede Wereldoorlog zware schade opgelopen. Ze hebben alleen de oude toren laten staan en daaromheen in de jaren 60 een moderne nieuwe kerk gebouwd. Jullie krijgen vanmiddag wat vrije tijd in deze buurt en dan moet je zeker even naar binnen lopen hier. Want het licht in die kerk, dames en heren, is sprookjesachtig mooi. In 1987, ter ere van het 750-jarig bestaan van Berlijn. En de toenmalige Franse president, François Mitterrand, die heeft dit werkelijk hoogst opmerkelijke staaltje moderne kunst hier overhand. We hebben het een beetje fantasie, zie je het hem doen. Als we hier dus nu rechtdoor rijden, dan zie je links dat gebouw dat de Berlijners Das U-Boot noemen. Hier links. De onderzeeën. Kijk eens naar links, dat gebouw met die betonnen luxeflex voor de deur. Dat is de ambassade van Mexico. Een van mijn lievelingsgebouwen van het nieuwe Berlijn, zeg maar. Zo, hier links heb je het Sony Center. Sony heeft met een beroemde architect uit Chicago, Helmut Jahn, samengewerkt. Helmut Jahn, dames en heren, is beroemd, om niet te zeggen berucht, vanwege zijn voorliefde voor glas en torens. Dames en heren, in 10 minuten tijd kunnen, hou je vast, zo'n 900.000 Berlijners de Potsdamer Platz bereiken. Bovendien zijn wij nu, dames en heren, voor de eerste keer de voormalige grens overgestoken. Dus wij zijn nu in Oost-Berlijn onderweg. Recht voor ons zie je het gebouw Potsdamer Platz nummer 10. Dat staat nog net in West-Berlijn, zeg maar. Maar als we er zo langs rijden, moet je opletten, direct langs het gebouw hier rechts zie je een streep van, ja, ik noem het kinderkopjes, niet helemaal correct, maar die kleine baksteentjes. Hè? En die streep komt zo het asfalt op en die laat zien waar de muur precies gestaan heeft. Die muur van Berlijn, die tussen oost en west 45 kilometer lang was, in zijn geheel om heel West-Berlijn heen, had die muur een totale lengte van 160 kilometer.
Ja, en dan zeggen wij altijd de muur, maar het waren er meestal twee. Daartussen een strook land die zwaar bewaakt werd door soldaten, waakhonden en alles wat men maar dacht nodig te hebben om die zaak dicht te houden, zeg maar. Kijk eens naar links, dit is het oude parlementsgebouw van Pruisen, nu het parlementsgebouw van Berlijn. Want ja, we hebben hier een eigen regering en die moet natuurlijk door een parlement gecontroleerd worden. Zo, dan bereiken we de Kochstraße, benoemd naar Robert Koch, een van de vele beroemde Duitse artsen. De man die de TBC-bacil ontdekt heeft. Bij het volgende stoplicht gaan we weer linksaf, want daar bereiken we dan de Friedrichstraße, een van de langere straten in het centrum. En dan komen we bij het punt waar de Friedrichstraße in de jaren van de Koude Oorlog de grens overstak. En daar had je toen wat misschien wel de meest bekende grensovergang ter wereld geweest is, namelijk Checkpoint Charlie. Een foto van me gemaakt staat er hier in zo'n park. Zo, je hebt gemerkt, dames en heren, dat ik deze hele zaak redelijk kritisch bekijk. Hier links, die twee pieken van de Nicolaikerk, dat is het oudste gebouw van Berlijn uit de 13e eeuw. Toen Berlijn hier links van ons ontstaan is. Hier heeft als het ware de wieg gestaan. Dit hele centrum van Berlijn is in de Tweede Wereldoorlog vrijwel totaal weggevaagd. In de laatste 10 jaar dat de DDR bestaan heeft, heeft men hier links rondom die Nicolaikerk de Nicolaiwijk weer opgebouwd. Dat is een wat rare mengelmoes van een paar mooie oude gebouwen die ze weer heel mooi gerestaureerd hebben. En de gaten tussen die gebouwen hebben ze opgevuld met, laat ik het heel beleefd zeggen, wat beperkte middelen van de DDR-bouwindustrie. Die betonnen platencultuur. Ook belangrijk hier links voor ons de televisietoren van Berlijn, 368 meter hoog. En daarmee is het nog steeds een van de hoogste torens ter wereld. Tussen ons en de toren zie je het Rode Raadhuis van Berlijn. Daar vind je de regerende burgemeester met zijn regering, de Senaat. Dus met andere woorden, daar vind je die dames en heren, die het voor het zeggen hebben. Hè? Links voor ons heeft men na lange, lange tijd de Staatsopera gerestaureerd. Kosten zijn redelijk de pan uitgevlogen, maar nu is het eindelijk klaar. En hebben we weer een hele mooie grote opera direct aan Unter den Linden. Na het operagebouw hier links, dan het plein waar in 1933 de beruchte boekenverbranding plaatsvond. He, daar is dus de democratie in Duitsland en de vrede in Europa letterlijk in rook opgegaan. Dat had weer gevolgen voor de Humboldt-universiteit hier recht, het belangrijkste en grootste universiteit van deze stad. En een paar weken na die boekenverbranding waren de meeste grote namen van deze universiteit verdwenen, onder andere die van een man namens Einstein. Dames en heren, dit is geen plek om kransen en bloemen neer te leggen. Waar het om ging was het volgende. Hij wilde op die manier naar boven halen het gevoel dat alle slachtoffers van de Holocaust met elkaar gemeen hadden, en dat is het verlies van oriëntatie. Hier zo naar links kijkt en je ziet al dit soort optrekjes. Dan begrijp je mij misschien wat beter als ik zeg dat Potsdam heel hard onderweg is om het Wassenaar van Berlijn te worden. Dames en heren, dit is het laatste grote paleis van de Europese adel. Het is dus gebouwd tussen 1913 en 1916. Door de laatste keizer voor zijn oudste zoon. In wat je met een mooi woord Mark Tudor-stijl noemt. Dus het ziet er een beetje uit als een groot Engels landhuis. Hij laat voor Duitsland een grote vloot bouwen. Maar dan vond hij leuk, mooie grote boten met veel kanonnen en zo. Duitsland had die vloot helemaal niet nodig, maar daarmee jaagt hij wel Engeland op de kast. Een van de vele redenen die uiteindelijk uitmonden in een Eerste Wereldoorlog.
Dit paleis is dus gebouwd tussen 1913 en 1916. Trouwens, daar moet je dan ook eens over nadenken. Dan ben je keizer van Duitsland. Je land is in oorlog met Engeland en dan ga je voor je oudste zoon een Engels landhuis bouwen. Ja. Had hij ook eens met zijn psycholoog over kunnen praten. Ja, het was gewoon een uitermate ongelukkige keuze, hè, deze laatste Duitse keizer. Maar ja, dat is natuurlijk een automatisch gevolg van het systeem van een koninklijke familie. Hè. Je weet nooit wat er komt. De man van koningin Wilhelmina, waarvan een cabaretgroepje in de jaren 70 al zei: Prins Hendrik was hoofd van het reddingswezen, maar hij verzoog van je bijstond. Ja. Dat was familie van Sicilië. Dus ook daar weer een verbinding, hè, met dat Duitse koningshuis. Sicilië gaat hier wonen in 1917. Haar man niet, die gaat met de kroonprins mee. De kroonprins gaat met zijn vader mee naar Nederland. De kroonprins heeft op Wieringen gezeten en als je de Telegraaf mag geloven, heeft hij veel gedaan voor de Duits-Nederlandse verstandhouding daar. Hè? Want er lopen nogal wat mensen rond die verdacht veel op die kroonprins lijken. Midden van de jaren 20 mag de kroonprins terugkomen. Hij moet twee dingen accepteren. Ten eerste moet hij accepteren dat de koninklijke familie is onteigend. Daar hebben ze wel een hele grote bak met geld voor gekregen, waarvan ze tot op de dag van vandaag goed leven. Tweede deel van de afspraak was dat hij zich niet zou bemoeien met de Duitse politiek. En die afspraak heeft hij vrijwel meteen gebroken, want als hij dan hier in Potsdam is, begint hij een liaison met de bruine beweging van Hitler. Hitler is hier ook op bezoek geweest. In de hoop dat hij met Hitler steun weer op de troon zou komen. En nou, dat is op zijn zachtst gezegd naïef. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hoort Sicilië de kanonnen van het Rode Leger aan de horizon. Dan pakt ze haar koffertjes en gaat richting West-Duitsland, wat goed te begrijpen is. Maar daarmee verliest de koninklijke familie het woonrecht wat ze nog hadden. Vanaf die dag wordt dit paleis beheerd door wie het hier voor het zeggen had. Om te begrijpen wat daar toen gebeurd is. Want in de zomer van 1945 wordt het duidelijk aan alle kanten dat de geallieerden gaan winnen. De geallieerden in de zomer van 1945 zijn Amerika en Groot-Brittannië. Rusland is nog buiten de oorlog tegen Japan. De belangrijkste eis van de geallieerden was onvoorwaardelijke overgave. Daar hadden de Japanners zo hun moeilijkheden mee, want daardoor was de rol van de koning in de moeilijkheden gekomen. Daardoor was de rol van de koning in moeilijkheden, of van de keizer, hè, van de Tenno. Maar in juli 1945 begrijpt de Japanse legerleiding dat er geen houden aan is. Hè, wij denken vaak dat Japan tot de val van de atoombom van die oorlog niks gemerkt heeft. Dat is natuurlijk niet waar. De meeste Japanse steden lagen al volledig in puin. De naam Sanssouci staat voor een compositie, dames en heren, van een mooi groot park vol met allerlei gebouwen en gebouwtjes. En één van die gebouwen is dan het Paleis Sanssouci, waar de koning in de zomer woonde, van waaruit hij Pruisen regeerde. Heel bewust paleisje, want vergeleken met andere grote namen is het werkelijk relatief klein. Een teken dat we het hier te maken hebben met een koning die een beetje anders regeerde, die een beetje anders in elkaar zat als de meeste collega's elders in Europa. Als je dit allemaal ziet, die gebouwen, maar met name het prachtige park, dan duikt er een andere naam in je op, namelijk Versailles. En natuurlijk heeft Frederik de Grote, toen hij dit allemaal aan liet leggen, met meer dan één hersencel aan Versailles gedacht. Tegenwoordig noemen we dat naapen. Toen was dat helemaal niet negatief. Als je iets mooi vond en je had de mogelijkheid om het na te bouwen, dan deed je dat. Dat was gewoon een compliment. Dat deed niemand moeilijk over. Frederik de Grote, dames en heren, en zijn vader
dat is Frederik Wilhelm I, zijn daarom zo belangrijk, omdat ze van Pruisen, dat was voorheen een vrij middelmatig van de landbouw levende staat, deze twee koningen hebben van Pruisen een geïndustrialiseerde, exporterende natie gemaakt. En als je het Duitsland van nu wil begrijpen, dan moet je naar deze twee koningen toe. Die hebben daar de basis voor gelegd. Ja. Dat is een hotbar. Je krijgt een Scandinavische tuin. Nog een stuk verderop passeren we dan de kassen van het park van Sanssouci, waar dus Frederik de Grote onder andere zijn ananas verbouwde. Zo, hier links, daar zie je dat. Je ziet ook dat het gebouwd is van rode baksteen. Dat is niet zo. Nee, dat was de mop. Dat was namelijk toen, ik heb het over de tijd rond 1768, 69, grote mode. Maar die bakstenen waren toen nog duur, dus wat heeft Frederik gedaan? Hij heeft dit gewoon op de conservatieve manier gebouwd. En toen heeft hij een stel Polen gehaald en die hebben de rode bakstenen opgeschilderd. Ja, u denkt dat ik hier een racistisch grapje zit te maken. Nee, precies zo is het gegaan. En daar betalen wij nu de prijs voor. Want nu, hè, het staat natuurlijk onder monumentenzorg, dus alle 5 tot 10 jaar moet er weer een hele serie Polen komen om de nieuwe bakstenen op te schilderen. Wat nu natuurlijk gewoon een hoop geld kost. Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog? De Tweede Wereldoorlog begon met de overval op de Sovjet-Unie. En dan zit je over 1941 te praten, over juni. We gaan hier zo naar binnen. Dan gaan we dus die militaire begraafplaats bezoeken. Dit is een communistisch graf en dus zie je het symbool van de... van het christendom hier te vergeef zoeken. Hè? Maar het is niet zo dat dit het graf van de onbekende soldaat is. De namen zijn keurig opgeschreven in een groot boek. Dat boek bevindt zich in het mausoleum daar op dat groene heuveltje. En ja, ik zeg wel een communistisch graf, maar helemaal gelijk ben je ook in het communisme niet. Want onder de grasmatten liggen de gewone manschappen en de officieren liggen onder dat heuveltje. Dat witte gebouwtje zie je dan een standbeeld van een soldaat van het Rode Leger. Die heeft een klein kind op zijn arm als symbool voor de toekomst die hij gered heeft, zeg maar. En in zijn andere hand heeft hij een zwaard en daarvan rust de punt op een gebroken hakenkruis. Als je nou even omdraait, dan zie je daar in de verte het standbeeld van moedertje Rusland. Die huilt om de kinderen die zij verloren heeft. En dat zijn er, dames en heren, en die getallen worden nu ook door de wetenschappers in het Westen erkend, dat zijn er meer dan 30 miljoen geweest. Deze twee standbeelden, vader en zoon, die dus respect tonen aan wie hier begraven ligt. Spannend zijn deze twee vlaggen die je ziet, uiteraard vlaggen van de Sovjet-Unie in treurstand. Hier gaat het om het materiaal, want deze vlaggen zijn gemaakt van... materiaal wat de Russen gesloopt hebben uit de Rijkskanselarij van Hitler. Zo, komt u.
In 1945, de Tweede Wereldoorlog loopt op zijn eind. En dan zie je aan het westfront dat, nou, je zou haar zeggen, elke officier met een paar sterren meer, die gaat zijn eigen staakt het vuren regelen, zijn eigen vredesovereenkomst. In Nederland is dat de Vrede van Wageningen geweest. En zo heb je er nog wel meer. Canadese officieren die dat gedaan hebben, Engelse officieren. En dan, zoals het zijn aard is, wordt Stalin zeer wantrouwig. Want die zegt, dat gedonder wil ik niet nog een keer. En dames en heren, eigenlijk is dus de eerste capitulatie al ondertekend op 7 mei in Reims. Daar zitten alle hoge officieren van de geallieerden. Van de Duitsers is de hoogste officier niet aanwezig. De hoogste officier die in Reims aanwezig geweest is, dat is Jodl geweest. Jodl is lid van de Duitse generale staf, dus wel een hoge piet, daar gaat het niet om, maar niet de hoogste. En Stalin zegt dan, die truc ken ik. En dan later weer zeggen van het was niet zo bedoeld, niks ervan. En Stalin staat er dus op dat er nog eens een keer een ceremonie komt, waar in principe dat wat ze in Reims al hadden nog een keer wordt ondertekend, maar dan wel door de hoogste representanten van het Duitse leger. En dat is hier gebeurd.